Tineke. Hallo. Hey, juist getraind? Ja. Hoe was het? Extra vermoeiend vandaag. Echt? Ja. Hoe kwam het? Misschien omdat ik zelf een beetje moe ben. Ik voelde het dat het extra zwaar was. 'S Morgens trainen en 's avonds trainen is een heel andere ervaring, hè? Ja, dat is waar. 'S Avonds is altijd zwaarder, hè? Ja, dat is echt wel. Ik heb al een hele dag gewerkt, ik snap het. Maar soms zeggen klanten mij van ja, maar ik heb er toch wat energie door gekregen. Ervaart jij dat ook zo? Ja, zoals 's morgens als 's avonds. Oké. Ja. Je komt hier nu al een jaar of twee zoiets. Mm-hmm. Hè? Wat bevalt jou zo aan powerplaten? Dat het altijd maar een half uurtje is. Mm-hmm. En dat je wel op dat half uur echt getraind hebt. Mm-hmm. Tegenover dat je anders anderhalf uur naar de fitness of zo zou moeten gaan. Dat gewoon het goed vooruit gaat. Mm-hmm. Het is altijd, je voelt het altijd meteen achteraf. Mm-hmm. En ook gewoon dat ik wel altijd gemotiveerd ben om te komen. Ja. Andere, zeker groepsdingen zoals gewoon naar de fitness gaan of een yogales, dat je geen verplichting hebt om te gaan, of dat niemand het gaat merken als je er niet bent, is iets makkelijker om zo, ik heb geen zin, ik ga niet gaan. Ja, ja, ja. En dit is eigenlijk zoals personal training, dus je hebt echt wel commitment om te blijven gaan. Ja, ja, het staat in de agenda, het staat ook in mijn agenda. Ja. En we hebben daar ook regels rond, als je niet komt. Voilà. Dat is verkeerd van je beurt kwijt te zijn. Oké. Okay. Zeggen, wat heeft nu in die twee jaar dat je dat nu doet, kun je zeggen welk resultaat dat die training jou gebracht heeft? Gewoon dat mijn elke keer als er een meting is, dat toch wel mijn spiermassa, in vergelijking met toen ik de eerste keer kwam, toch wel dat altijd naar omhoog gaat. Mm-hmm. En ik voel mij gewoon fitter. Als ik nu met fiets naar het werk ga, voel ik dat veel vlotter gaat. Ja. Oké. Okay. Iemand die nu overweegt om te komen. Spreek eens toe. Iemand die zegt van, ik wil dat misschien ook wel doen. Wat zou je die persoon aanraden? Of hoe zou je de powerplate aanbevelen bij zo iemand? Ik zou moeten kijken of naar de camera. Zeg het maar tegen de persoon die misschien overweegt om te komen. Dat is moeilijk. Wacht, daar ga ik even over nadenken. Eigenlijk heb je de voordelen al gezegd. Hè? Ja. Dus het is kort, maar krachtig. Ja, inderdaad. Ja, het is leuk. Tof. Ja, het is kort en je hebt er effect van. Je hoeft niet uren daarmee bezig te zijn. Het is niet heel uw avond dat je kwijt bent. Je kunt gewoon snel naar het werk gaan en toch getraind hebben en gesport hebben. Het is eigenlijk zoals personal training, maar dan betaalbaar. Ja, okay. Is die begeleiding voor jou belangrijk? Ja. Voor de motivatie om te komen. Okay. Vooral. Ja. En ook wel gewoon omdat je dan weet dat je het goed doet. Omdat je je houding en zo, in de fitness, als je een toestel niet juist gebruikt, kan dat wel serieuze gevolgen hebben. En bij powerplate, de intensiteit is 900 keer zo krachtig. Ja, dus het moet wel... Dus als je daar iets verkeerd op doet, dan is het ook 900 keer zo erg. Ja, inderdaad. Oké, okay, super. Ja. Top. Dank je wel voor je getuigenis. Ja, graag gedaan. En ik hoop dat ik jou hier nog lang mag begeleiden, Renske. Daar ben ik zeker van. Oké, okay, bye-bye. Dank je wel.